Goed, vandaag heb ik een velvet knoop. Deze lijkt verrassend veel op de Eldritch knoop. Ik haal hem even los en dan kunnen we hem samen gaan maken. Dus een knoop die je weer met de dunne zijde van je stropdas knoopt. Dus dat is een stuk makkelijker, ook omdat je met de afmetingen direct goed uitkomt. En hij lijkt heel erg op de Eldritch knoop vanwege zijn slagen. Hij is best symmetrisch ook nog een keer. Dus als je daarvan houdt, dan is dit echt een knoop voor jou. Begin met de brede zijde aan je linkerkant. Dus aan de rechterkant. Op zich kun je hem ook omwisselen als je dat wil. Hang hem meteen goed ter hoogte van je navel ongeveer. Iets lager riemhoogte, precies zoals je hem zelf wil. Knijp de brede kant af en begin met rechts over links. Vervolgens ga je midden door, zodat je aan de rechterkant uitkomt. Daarna ga je achterlangs door en haal je hem nog een keer door het midden naar binnen toe. Goed. Vanaf dit moment heb je je eerste laag al te pakken. Dan ga je net als bij de Eldritch knoop achterlangs naar rechts toe. En haal je hem hier door deze eerste lus. Dunne gedeelte gaat achter de lus langs. En deze slag die je net hebt gemaakt, die ga je gewoon nog een keer herhalen. Dus bovenlangs, door het midden, naar de achterkant toe rechts en vervolgens door de lus heen. Wat je nou gaat proberen is aan de rechterkant deze drie slagen, lagen, duidelijk te maken. Helemaal een klein beetje strakker trekken. En aan deze kant alles op één laag te krijgen. Ja. Wat helpt is om dit wat omhoog te halen. En met twee duimen, zeg maar, even een en ander naar voren te drukken. Goed. Het overtollig gedeelte. We stoppen hem weer achter de kraag. Trek hem rustig aan. Kraag omlaag. En daar heb je hem. De velvet knoop. Ik heb deze knoop voor het eerst gezien bij Patrick Novotny. Ik heb geen idee of dat hij de bedenker is. Maar bedankt daarvoor, Patrick, in ieder geval. Ik vond het een mooie knoop. Hij is vandaag geslaagd en goedgekeurd door een heleboel mensen. Laat mij weten wat jij van deze knoop vindt. Veel plezier!